Goedemiddag, we zijn live. Ik ben Janneke Willemsen en dit is Hans Uithoorn. Heel leuk dat je er bent, Hans. Ik vind het ook erg leuk om er te zijn. Ja, nou, we zitten hier bij mij thuis op de bank. Dus het is helemaal koffietijd, zei Hans net. Ja, lijkt het wel. Ja, precies. Ja, en Hans is ook spreker op Start met Beleggen. Dat is het evenement dat we gaan doen op 23 september in Breukelen. En in dit bericht hierboven kan je zien een link naar het programma. Dus dan kan je zien wat de andere sprekers zijn. En je kan ook een link naar de tickets vinden. Dat is even een huishoudelijke mededeling. Niet onbelangrijk. Dat moet ook niet gebeuren. Onbelangrijk, want we vinden het wel heel leuk dat jullie komen allemaal ook. Tenminste, dat hopen we toch. Ja, daar gaan we voor. Ja. Nou, we geven eigenlijk nu al een klein voorproefje van wat je dan kan meemaken. En Hans gaat heel veel vragen beantwoorden. Onder andere hoe hij nou zelf is begonnen met beleggen. En ook vandaag kwam het nieuws over Takeaway, de eigenaar van thuisbezorgd.nl, wat naar de beurs gaat. Dus je gaat straks ook vertellen wat je daarvan vindt. Ja. En we hebben ook nog leuk 3 beginnersfouten die je heel makkelijk kunt vermijden. Categorie, oh. Ja, nou altijd handig om daarop voorbereid te zijn. Ja, Hans is auteur van Beleggen voor Dummies, mede-auteur. Ja, co-auteur samen met Peter Sint. 4e editie. En as we sit here, ben ik aan de andere kant s'avonds druk bezig met die nieuwe editie. Wordt een stuk dikker, veel actueler, heel veel nieuwe dingen erin. Ook nog concreter, gewoon richting de belegger. Dat als je iets gelezen hebt, maar hoe doe ik dat dan? Met concrete ideeën ook erin. Super cool, leuk project. Maar dat doe jij in de avonduurtjes, want je bent ook beleggingstrainer bij Alex. Ik ben beleggingstrainer bij Alex/Bink. Weet je, mijn salaris er ook staat Bink, dus laten we het op Bink houden. Ja, dat doe ik in de avonduren. Dus dat is vrijdag en zaterdag buiten mijn werk om. Nog niet een hele grote wallen. Ja, dat is ook een klein beetje de zomerzon nog. Dus ik heb nog een beetje kleur, dus valt mee. Maar het is af en toe wel pittig, absoluut. Lange dagen, maar het einde komt een beetje in zicht. En dan voel je waarvoor je het allemaal gedaan hebt. Dus hopelijk november ligt het weer in de boekwinkels. Ja? Nou, leuk. We hebben een aantal vragen binnengekregen, ook via de mail. Als je zelf vragen hebt, dan kun je ze onder dit bericht stellen. En dan zien wij ze hier binnenkomen, voor zover ik dat kan lezen. Of anders kijk ik even hier op de laptop links naast me, die jullie nu niet zien. Maar Hans, we beginnen eventjes, want je bent inderdaad beleggingstrainer en auteur van Beleggen voor Dummies. Maar je belegt ook zelf al jaren, hè? Heel erg lang. Dan gaan we terug in de tijd. Ik bezorgde vroeger de krant Gooi Nederlander. Daar begon het eigenlijk mee. Ik zat in de achtertuin. Ik was 12 jaar en ik wilde weten. Ik was best wel goed in rekenen. Ik wilde weten, wat houdt dat nou in? En mijn vader betrapte me als het ware. En die zei van, wat ben je aan het doen? Ja, wat is dit? Nou, toen zei hij eigenlijk, joh, als je nou groot bent, dan leg ik het je uit. Dat heeft hij helaas nooit kunnen doen. Maar het had mijn aandacht. En toen ik vrij jong was, mijn 17, heb ik mijn moeder meegenomen naar de bank. Ik was nog niet volwassen, dus ik had die handtekeningen van haar allemaal nodig. En echt, de inkt nog niet droog was, zei ik tegen de bankman, vanaf nu niet meer praten met mijn moeder. Ja, ben ik aan de slag gegaan, voor het eerst met aandelen. En op zo'n manier, ik ging naar school, maar uit school ging ik niet eerst naar huis om huiswerk te maken, maar ik ging eerst langs de bank, want daar kon je real-time streaming koersen checken. En uiteindelijk zat ik bij het personeel aan tafel, met een extra ruimte ertussen, want ik mocht niet helemaal bij ze aan de desk zitten. Maar kon ik zelf gewoon eigenlijk, kopen en verkopen en koersen bekijken. Dus het zat eigenlijk heel jong. Nog niet via internet, denk ik. Nee, ik kon het niet via internet. Het was ouderwets. Het was gewoon via teletext, 20 minuten vertraagd. En dan had je je koersen. Als je dan een aandeel wilde kopen, hoe deed je dat dan? Nou, dat mocht ik dan niet zelf doen. Maar dan zat meneer Benzing, die zat in de buurt. En dan zei ik, meneer Benzing, ik wil graag wat doen. En dan zei hij, had je wat gevonden, jongen? Nou, en dan kon hij de order uiteindelijk plaatsen. Ik had ook wat. Maar dat ging dan met de telefoon? Nee, dat was toen daar aan die desk en dan kon ik het doorgeven en dan voerde hij het uit. En dan moest ik wel akkoord ook nog geven en blablabla, want dat moest natuurlijk wel allemaal gedocumenteerd zijn dat ik dat daadwerkelijk wilde doen. En als ik niet daar op kantoor was, dan belde ik hem gewoon thuis en van huis uit natuurlijk naar hem toe. En dan was het maar hopen dat hij opnam natuurlijk, want heel vaak in die tijd waren ze druk op pad onderweg en dan weet je 2,5 of 3 uur later of soms een halve dag later gebeld van je wilde wat doen, met heel andere koers op de borden. Ja, dat is prehistorisch, dat kun je je nou niet meer voorstellen, want je logt in bij je broker en boom, die order ligt op de beurs en een paar seconden later heb je je bericht op je telefoon. Toen was dat echt gewoon een hele andere wereld, met heel hoge kosten ook nog. Ja, hele hoge kosten, ja. Want met welk geld deed jij dat toen dan? Nou, ook van je klantenwijk. Ik was eigenlijk altijd wel aan het werk. Ik was 12, toen begon ik met houthakken voor een paar gulden. En ik had wel een soort van, ik moet dat aan de kant leggen, kranten lopen. Um, ik, ik,
werkte bij mensen in de tuin, bij onze huisarts. Ik mag nog steeds wel eens een hengeltje uitgooien, vissen. Maar toen ving ik ook gewoon paling met fuiken en daar kreeg ik 7 gulden per pond voor. Nou, daar fiets ik dan mee naar de visboer. En ik moet ook zeggen, mijn vader was overleden, dus daar was ook een klein beetje geld vrijgekomen. Niet heel veel, maar ja, dat had ik toen ook. Dus ja, toen opeens kon ik daarmee gaan beleggen. Ja, ja. Maar kan dat wel met zo'n klein bedrag? Want dan kocht je wat en dan hield je het heel lang vast? Of? Nou, niet dus. Je had het over valkuilen. Nou, je komt eigenlijk wel de eerste aan. Ja, kijk, de eerste transactie die ik toen deed, dat waren 100 aandelen KBB, Koninklijke Bijenkorfbeheer. En ik kocht er gewoon 100 voor 100 gulden. En ik zeg je eerlijk, dat is ook gelijk al het geld wat ik had. Dus ik stopte het gelijk in dat aandeel. Nou, dat schoot naar 109 in een paar weken tijd. Dus ik was super blij. Moest al flink wat betalen. De bank bijna 360 gulden aan kosten. Maar ja, dat ben je verkocht. 360 euro, ja, dus, 1000 euro? Ja, nee, op 10.000. 10.000 gulden. 10.000 gulden. Ja. Dus dat was 1,75% bij aankoop en bij verkoop. Maar ja, dat was de eerste transactie die ik deed. Dat was gelijk goed. Ja, dan ben je verkocht. Maar gelijk all in. Ja, en toen ging het goed. Maar dat gaat natuurlijk ook een keertje fout. Ja. Want inderdaad, die beginnersfouten, we kunnen ze wel even gewoon door het hele gesprek heen. Ja, ja. Wat jij deed is eigenlijk beginnersfout 1 en die kun je vermijden. Want die kun je vermijden, ja. Wat was de fout aan? Nou ja, je moet, en dat voor degenen die misschien wel wat gehandeld hebben op de beurs, je moet spreiden. Dat klinkt bijna blasé, maar het is echt zo. En er is een term onder beursianen, beursjongens en meisjes, en die hebben het dan over bloedpissen. Nou, dat heb ik ook wel eens gedaan. Dat wil zeggen, ik kocht toen die aandelen, toen ging het goed. Maar ik heb, en dat is mijn slechtste transactie ooit, toen kocht ik aandelen in Meco Holding. Ze bestaan nog steeds. Het is een melkpoederfabriek. En ik kocht die aandelen op 3,15 gulden. Fantastisch, want ze gingen naar 4,10 gulden. Maar dat was op de incourante markt. Maar goed, van 3 nog wat naar 4 nog wat is een hele dikke winst. En toen wilde ik verkopen. Maar ja, incourant, dat wil eigenlijk zeggen, het is niet zo goed verhandelbaar. Nou, dat heb ik geweten toen. Dus ik raakte ze aan de straatstenen niet kwijt. Ja. Dus uiteindelijk heb ik een bekende gebeld uit de financiële wereld. En die heeft die handelaar gebeld. En het enige wat hij zei van, akel, nooit meer doen. Plat Amsterdams. Nou, toen zijn die stukken voor me verkocht. Maar toen had ik echt een heel groot verlies aan mijn broek. En ja, ik ben echt een paar maanden ziek daarvan geweest. Learning it the hard way. Nou, het kostte mij geld. Alsjeblieft, doe het niet. Spreiden. Ja. Ja. En spreiden, dat betekent dus, je zit in veel aandelen van verschillende bedrijven. Ja, goed dat je dat zegt. Hè? Want ik zie ook nog een soort van schijnspreiding. Dan zeggen beleggers tegen mij van, ja, maar ik heb toch 12, 13 verschillende aandelen. Nou, dan ga ik kijken. Heel vaak bij Nederlandse beleggers zie je ook dat ze kiezen voor Nederlandse aandelen. Nou, je moet ook wat je horizon verbreden als je gaat beleggen. Dat is een beetje on-site. Nou, dat is ook superbelangrijk. Maar dan zie ik dat ze aandelen Aegon, ING, Deltaloid, Nationale Nederlanden hebben. Ja, en dan heb je alsnog al die financials. Ja, en heb je dan spreiding, wel verschillende aandelen. Maar als het in die sector net even niet goed gaat, ja, dan voel je dat. Dus je moet als belegger spreiden, wat jij bedoelt ook, over verschillende sectoren. Ja, en als jij iets van 10, 15 verschillende aandelen, dus verschillende sectoren in je portefeuille, dan doe je dat hartstikke goed. Dat is best wel een uitdaging. Ja, welke dus aandelen dan mee bijvoorbeeld kiezen. Naast een supermarkt heb je ook een staalbedrijf of zoiets. Absoluut, zeker. Ja. Supermarkt, ja. Unilever, staalbedrijf, ArcelorMittal, als je nou eens gaat kijken. Ja, en dan pak je twee echt compleet verschillende werelden. En die neem je op in je portefeuille. En dan creëer je hele goede spreiding. Economisch, heel breed. Ja. Op dit moment beleg je nog steeds. Ja. Hoe ziet je portefeuille er nu uit? Je hoeft niet helemaal in detail, maar wat zit er ongeveer in? Mag ik dan opbiechten dat ik een beetje een gesprekte persoonlijkheid ben als belegger. Nou, ik herken dat wel een beetje. Ja, ik ben blij dat te horen. Nou, eigenlijk op twee manieren. Eén manier is misschien een beetje saai, maar dat is elke maand stop ik een vast bedrag in trackers, in ETF's. Nou, dat is een beetje een ingewikkelde titel misschien. Maar in de afgelopen jaren zijn er door de financiële industrie heel veel nieuwe producten gemaakt die allemaal hartstikke moeilijk waren. Maar je kunt tegenwoordig ook bijvoorbeeld in de AEX-index beleggen. Nou, die heb je misschien wel eens voorbij zien komen in de krant of televisie. Dat is eigenlijk de eredivisie met de Nederlandse aandelen. Nou, dan zou je los al die aandelen kunnen kopen als belegger. Maar nu is er ook gewoon een tracker bouwen. Wat doet die? Doet trackers volgen. Die heeft voor jou gewoon al die aandelen gekocht. En jij kan met één transactie breed gespreid beleggen in de AEX-index. Ja. Dat is wat hij doet. En maandelijks stap ik voor een vast bedrag in zo'n indexvolger. Heel simpel. Daar hebben we het vorige week ook al even over gehad met Martijn. Ja. Ja. Martijn Rozenmuller, ja. Die maakt dat soort producten. Ja. En die komt dus dat is ook echt op de trekkerbouw. Ja. 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 Dus dat heb je nu. Nou, dat heb ik. Dat is één onderdeel. En het voordeel daarvan is, ik hoef me niet druk te maken eigenlijk over wanneer moet ik nu kopen, wat moet ik kopen.
ik weet, het is breed gespreid, lage kosten. En wat je dan wel eens ziet, en dat is ook een beetje deze periode, omdat die koersen zo hard stijgen, krijg ik heel veel enthousiaste beleggers van, ik wil nu beginnen en ik ga all in. Dan zeg ik, nou ja, denk ook na over misschien wat mindere tijden. En als je dus zo'n strategie toepast, dan koop je ook altijd in goede tijden, als de koers misschien een beetje hoog staat, maar ook altijd in minder goede tijden. En dan koop je voor hetzelfde bedrag net even wat meer. Gemiddeld een mooie koers. Dat is één deel. Andere deel leg ik een beetje, knip ook naar vanavond misschien, Oranje speelt, als een voetbalcoach. En dat, ja. Oké, okay. Ik weet niet of alle voetbalcoaches beleggen, maar hoe doe je dat? Waar het eigenlijk op neerkomt, is dat ik, dat is de parallel eigenlijk ook met een voetbalcoach, of een handbalcoach, of een hockeycoach. Die stuurt nooit 10 keepers het veld in, maar altijd een evenwichtig team. Nou, dat heb ik ook. Als je dat dan vertaalt naar de verschillende instrumenten die je op de beurs hebt. Ik heb een beetje kasgeld. Ik heb wat obligaties van die leningen die uitgegeven zijn door bedrijven. Daar krijg ik een vaste rente voor. Is wat veiliger. En dat zie ik een beetje als mijn vereniging. Dan heb ik een middenveld met individuele aandelen. Waarom? Omdat ik dat ontzettend leuk vind om dat uit te zoeken. En ik heb heel veel van die ETF's. Met allerlei verschillende soorten, vormen en smaken. En heel af en toe in de voorhoede, nou, dat is misschien een beetje te pittig voor de groep, werk ik met een turbo of met een optie om net even wat meer rendement te halen. Ja. Soms even dat zijn dan wat risicovollere producten en daarvan hoop je dat ze wat sneller... Dat ze scoren. Ja. Nou, leuk. Ik heb ondertussen even mijn laptop erbij gepakt om even te kijken. Nou, kijk, daar zitten we. Of er al vragen zijn. Nee, nog. Tenminste, ik zie ze nog niet, maar als je ze hebt, stel ze vooral. We gaan zo meteen ook wat vragen beantwoorden die ook al binnen zijn gekomen via de e-mail, hoor. Ja. Even kijken, hoe, als je nu zou beginnen, hoe zou je dat dan moeten doen? Heb je daar een suggestie voor? Voor als iemand nog helemaal niet belegd, nog niet belegd heeft, met hoeveel geld begin je? Nou, je opent, neem ik aan, een beleggingsrekening ergens. En eigenlijk misschien wel één stap ervoor, dat je moet nadenken, wil ik dat allemaal zelf wel doen? Dat kan ook nog, hè? Want je hoort ons, we hebben best wel technische termen, wil je dat zelf ook allemaal leren, wil je erin duiken? Ja, jij vindt dat heel erg leuk. Ik vind dat echt superleuk. Ja. En ook tijdens ons seminar komt dat absoluut voorbij. Maar er zijn ook gewoon mensen die zeggen van, ik wil mijn geld misschien wel voor me laten werken, maar ja, ik kan dat niet, ik wil dat niet, ik heb heel veel andere passies. Dus dat is misschien wel de eerste vraag die je moet beantwoorden. Ja, en als je dan de keuze maakt voor doe-het-zelf, dat is een beetje de stoel waar ik op zit, dan heb ik denk ik net wel twee aardige ideeën gegeven. En een daarvan is gewoon dat simpele spreiden in de tijd. En toch ook wel de parallel met die voetbalcoaches, dat je alle linies moet volgen en vullen. Ja. En want dan pas kun je ook scoren op de beurs. Maar dat betekent dus dat je gigantische kapitalen nodig hebt om dat... En dat is dus de misvatting. Ja, dat denken heel veel mensen, dat je dan toch heel veel geld nodig hebt. Ik had het net al even over die trackers, maar ook die obligaties waar ik het over had, die bedrijfsleningen. Ja, ook die zijn in de vorm van een tracker te kopen. En dan koop je één zo'n ding en dan denk je, ja, is dat dan spreiding? Maar als je dan inzoomt eigenlijk op die mand, dan zit je heel breed gespreid in leningen van bijvoorbeeld BMW, van een Bas F. Dus eigenlijk grote, is dat wel een tip van als je nog niet zoveel geld hebt en je wil meteen vanaf het begin goed gespreid zitten, dan kom jij toch eigenlijk ook uit op die trackers? Kom ik uit op die trackers? Of ETF's? Ja, ETF's, dat is dan die moeilijke term. Kom ik op uit en niet bij de klassieke beleggingsfondsen, want die zijn heel stiekem toch een klein beetje duurder. Ja. En even zijn Nederlanders, dat is ook een beetje zuinig, hè? Ja, en het maakt wel uit, hè? Hoeveel je betaalt voor je rendement op de langere termijn. Absoluut, zeker. Ja. En zou je dan zeggen, als je nu begint met beleggen en je doet het dus op die manier met ETF's, maar stel je koopt ook, je gaat liever in losse aandelen en je koopt elke keer wat meer erbij. Ja. Ben jij dan van de school van vooral nu kopen en eigenlijk nooit meer verkopen, buy and hold? Wel voor een belangrijk gedeelte. En wat ik een hele belangrijke pijler ook vind, bij mijn eigen selectie van die individuele aandelen. En dan biecht ik op dat ik niet eens zozeer in die AIX aandelen zit. Ik kijk liever naar midcap aandelen. Dat zijn eigenlijk de aandelen uit de eerste divisie, één categorie eronder. Dat zijn bedrijven die toch wat vaker zouden kunnen worden overgenomen. Die vaak een wat aantrekkelijker dividend hebben. Die worden ook iets minder gevolgd door analisten. Dus daar zitten nog wel eens wat leuke verrassingen tussen. Nou, die neem ik dan op in portefeuille. Heel belangrijk voor mij is dan ook die onderliggende stroom met dividenden. Die bedrijven maken winst. En hoeveel keren ze daarvan uit aan jou als belegger? Ja, ja. Dat vind ik een hele belangrijke voorwaarde voor mezelf.
En ja, als ik dan die aandelen heb en ik vind het een goed bedrijf, ja, dan hou ik ze soms heel erg lang aan. Niet verkopen. Ik zie trouwens dat Jo-Janneke zit te kijken. Hallo. Hey. En koop ik dan wel eens bij? Absoluut. Want ik heb ook altijd een stukje kasgeld. Dus als ik in minder ga op de beurs, ja, dan heb ik dat ook voor ja, een extra aankoop in bijvoorbeeld zo'n fonds. Ja. Even kijken hoor. Even naar de actualiteit. Misschien wel even leuk. Ja. Vandaag werd bekend dat het moederbedrijf van thuisbezorgd.nl, takeaway.com, want hij wil ook naar het buitenland, of hij zit al in het buitenland, en wil daar nog verder groeien. Vietnam, geloof ik zelf. Zeggen. Dat gaat binnen enkele weken naar de beurs. En ja, ik word daar altijd wel enthousiast van als er weer een bedrijf naar de beurs gaat. Maar ja, moet ik dan meedoen aan zo'n beursgang? Wat vind jij? Er zijn eigenlijk twee dingen daarover. Want als belegger moet je dan echt wel weten waar beleg ik in. En het lastige is, er is nog niet zo heel veel bekend over deze onderneming. Nou, ik ben er even ingedoken en het afgelopen half jaar hebben ze 50 miljoen omzet gerealiseerd. Dus al die maaltijden die bezorgd zijn, daar hebben zij 50 miljoen aan niet verdiend, maar in ieder geval aan opbrengsten binnengehaald. Nou, dan moet je daar kosten van afhalen en uiteindelijk rolt daar een winst uit of niet. Maar op dit moment maken ze nog verlies. Dat is 11 miljoen in een half jaar tijd. Dus dat vind ik wel iets waarvan ik zeg, wil ik daarin investeren? Nou, ik hoorde vanmorgen op BNR dat de CEO en oprichter, hij vertelde, Jitse Groen heette, die begon het bedrijf met 100 euro, zei hij. Ja. En nu twijfel ik of het 100 gulden was, maar volgens mij 100 euro. En hij zei in dat interview, zei hij van 80% van de mensen die belt nog gewoon om ze eten te laten bezorgen. Dus ik denk dan, dan zit de winst. Daar zit nog wel een hoop groei in. Want voor mij is het volkomen normaal als ik eten wil bestellen, dan doe ik het via internet. Ja, ik ook. Ja. Zelfs met mijn mobiele telefoon. Maar terug naar die belegger, het blijft toch wel een beetje lastig om in te schatten. Maar ik hoorde dus van jou dat hij een hele belangrijke kans heeft eigenlijk om zijn businessmodel te verbeteren. Nou, dat moet wel gebeuren. Als je kijkt, klassiek gezien, naar beursintroducties. Ja, wat gebeurt er dan? Dat kun je misschien ook een beetje voorstellen. Zo'n bedrijf gaat naar de beurs, dat wil eigenlijk ook een beetje een visitekaartje afgeven. Dat wordt ook begeleid door allerlei banken. En die banken willen ook wel dat het een succes is. Dus wat je dan vaak wel ziet, is dat het bedrijf tegen een redelijke prijs naar de beurs wordt gebracht. Ik zeg even 20 euro, terwijl dat misschien wel ietsje meer waard zou kunnen zijn op dat moment al. Ja, en dat biedt dus vaak voor jou als belegger ook wel even een kans om misschien even een korte snack op de beurs te doen. Ja, door dat mee is dus te gaan. Wel die voorhoede dan. Ja, denk ik wel. Ja. Ja. En dan schrijf je in en dan eventueel, en dat is een strategie, een aantal beleggers ken ik ook echt die daar hun werk zo'n beetje van maken. Als er dan zo'n nieuw bedrijf naar de beurs gaat, dan schrijven ze in op het moment dat ze de aandelen hebben gekregen. Dan verkopen ze een belangrijk gedeelte. Oké, maar even praktisch. Ik ben net begonnen met beleggen. Ik heb wel een beleggingsrekening. Ja, ja. Kan ik dan via de beleggingsrekening inschrijven? Of moet ik eigenlijk een hele belangrijke bank zijn om daar mee te doen? Nou, je ziet heel vaak. Want weet je, inschrijven is voordat het bedrijf naar de beurs is gegaan. Ja, hè? Ja. Dat wil ik toch even duidelijk hebben. Ja. Dat is dus niet kopen zodra het bedrijf beursgenoteerd is. Ja, nee, dat is eigenlijk de primaire marktplaats. Dat klopt. En de beurs zelf is secundair, want dan is het aandeel al genoteerd en dan kun je het kopen en verkopen. Klopt, hier moet je inschrijven. Je hebt vaak een groep van banken die dat begeleidt. Die maken het dan wel mogelijk voor jou, als je een rekening hebt bij een broker, om je in te schrijven. En heel vaak zorgen brokers ervoor dat er even een verhaaltje staat over dit bedrijf naar de beurs. Wat meer informatie, wil je eraan meedoen? Dat kan, schrijf je in. Nou, dan kun je bijvoorbeeld het aantal stuks meegeven dat je zou willen kopen. Want op een gegeven moment komt er wel een soort van richtprijs uit wat je zou moeten gaan betalen voor dat aandeel. Dan kun je of een aantal stuks meegeven of een bedrag, dat kan soms ook. Ja, en dan is het maar de vraag, is het aandeel populair of niet? Je kan je voorstellen als heel veel mensen zeggen, ik wil dat aandeel hebben. Ja, dan krijg je er misschien, als je er 100 zou willen hebben, dan krijg je er misschien maar 10. Ja, ja. Het kan ook gebeuren dat je er wel 100 krijgt. En vanaf dat moment heb je ze dus in portefeuille. Dat wordt allemaal automatisch geregeld door je bank. Ja. Die doet dat en is dat een kwestie van kans, hoeveel je er krijgt? Of kijken ze wel even van of jij een hele grote jongen bent, krijgen de grote jongens meer? Nee, dat werkt eigenlijk niet zo. Nee, ik heb gewoon dezelfde kans als Janneke Willemsen en Piet. Ja, maar heb ik ook dezelfde kans als ABN AMRO bijvoorbeeld? Over het algemeen wel. Ja, heb je dezelfde kans als die grote banken. Ja. Nou, ja. Okay. Maar het is dus wel de vraag, als de professionele jongens iets zien in het bedrijf, dan willen ze het ook wel graag hebben. En als er gewoon heel veel vraag is naar het bedrijf in die eerste ronde dat het naar de beurs gaat, dan krijg je misschien maar een paar aandeeltjes. Oké. Okay. Dus nou, als je de 100 wil, is geen zekerheid dat je zo krijgt. Nee, maar wel een leuk idee. Ja. Ja.
Per mail is mijn, zijn mijn twee vragen voor jou gesteld. Leuk. Door Dennis. Dankjewel Dennis. Ja, Dennis begint trouwens ook eerst met een compliment. Hartstikke leuk. Kijk, hij zegt allereerst complimenten voor het doen van deze webinars. Erg leuk om te volgen. En hij geeft ons nog een tip. Misschien iets om te blijven doen ook na het seminar van 23 september. Nou, vind ik een leuk idee. Voor mij is dit ook nieuw, hè, moet ik zeggen. Want ja. Ik bedenk wel eens van die dingen. En dit is weer een van die echte Janneke Willemse dingen. Ik vind dat heel erg grappig. Ga ik over nadenken. Ja. Oké, okay. Ja. Ja, leuk. Even kijken. De eerste is, ik ga hem toch maar even helemaal voorlezen. Ik wil mijn portefeuille gedeeltelijk, er staat tussen haakjes, gaan inrichten door het kopen van honderdtallen aandelen van, tussen haakjes, kleine fondsen. Om hierop 1 of 2 maandelijkse opties te schrijven. Zo, dat is alweer gevorderd, denk ik. Dit om rendement te halen op het ingelegde geld. En ook om met een korte horizon mee te groeien met de koers van het aandeel. Door het schrijven krijg je elke keer een klein stukje van je investering terug. En met dat geld kan ik dan weer extra aandelen kopen. Bijvoorbeeld na levering of expiratie. En zo mijn portefeuille verder uitbreiden. Wat denkt Hans hiervan? Dit is niet voor de sessie van 23 september. Dit is echt wel pittig. Ja, ja. Wel een ontzettend leuke vraag. Maar ik hoor een paar dingen. Ik hoor kleine aandelen. Kleinere bedrijven. Als ik dat dan op die manier mag vertalen. En honderden. Nou, let dan op. Wat voor startvermogen heb je? Als je dan 100 verschillende aandelen moet kopen, dan heb je hele kleine porties. Ja, dan heb je ook te maken met transactiekosten. Ja, besef want ook, je kan, elk portie dat je koopt, daar betaal je transactiekosten. Daar moet je wat transactiekosten voor betalen. Nou, en met opties werkt het ook zo dat je minimaal 100 aandelen moet hebben om zo'n call te kunnen verkopen. Dat zijn gewoon gestandardiseerde contracten en die gaan per 100 aandelen. Dus dan moet je minimaal 100 aandelen van al die bedrijven die jij op je radar hebt, moet je kopen, wil je dat doen. Ook nog een belangrijke opmerking, als je het hebt over de wat kleinere bedrijven, zeg even de midcap bedrijven of de smallcap bedrijven, heel veel van die bedrijven hebben niet eens opties, omdat er gewoon minder vaak in gehandeld wordt. Oh, en die professionele partij, die moet er wel voor zorgen dat die prijzen kan afgeven van die opties. En die dat is misschien een beetje ingewikkeld, maar die moet, als jij zo'n call gaat schrijven, zelf ook een aantal transacties doen om zijn risico's in te dekken. Ja, en als die markt, zo noemen we dat, niet liquide genoeg is, als hij niet makkelijk wat in dat onderliggende aandeel kan doen, ja, dan wordt het erg lastig. Dus om die reden zie je bij de AIX-bedrijven dat er opties zijn. Bij een aantal midcap bedrijven. Maar daarna houdt het al gauw op. Dus dat spelletje kun je doen. Maar ja, toch denk ik niet zomaar voor 100 aandelen. Alleen al in Nederland. Kan het dan helemaal niet? Natuurlijk. Je kunt een aantal van die bedrijven uitkiezen. En wat ik zelf ook wel eens doe. We hebben het al gehad over die ETF's. En is ook iets pittiger misschien. Maar ik verkoop bijvoorbeeld weer indexopties. De AIX-opties. Op mijn hele brede portefeuille met ETF's. Klinkt een beetje gek, maar ik ben zo breed gespreid met mijn portefeuille. Ja, dat als de AIX stijgt, dan stijgt mijn portefeuille ook. Dus ik verkoop dan een call-optie op de AIX-index. En dan heb ik hetzelfde effect als waar jij het over hebt. In plaats van een individueel aandeel, doe ik dat gewoon op mijn ETF. Oh ja, doe je dat gewoon op de hetzelfde spelletje. Ja, dus dat is ook nog weer een tip, Dennis. Ja. Volgende vraag van Dennis is, wanneer een put-optie schrijven? Alleen als je het aandeel toch wil hebben na een forse daling? Of alleen doen als je verwacht dat de koers toch weer oploopt en je niet hoeft af te nemen? Twee dingen daarover. Je gaat een put-optie schrijven. Dat betekent eigenlijk dat je aandelen zou willen kopen met korting. Hè? Want de put is neerlegd. Stel, Janneke heeft een put gekocht. Dat is een brandverzekering op aandelen. Wanneer belt, en ik heb jou die brandverzekering verkocht, wanneer bel jij bij mij aan? Nou, als je aandelen in de fik staan, dan zeg je oud worden. Ja. We hebben van afspraak. Ik heb je een eurotje gegeven, want jij hebt die verzekering. Op je genomen. Maar het aandeel staat in de fik. Hier heb je ze. Kan ik even vangen. En waar het dan eigenlijk op neerkomt is dat ik jouw aandelen moet afnemen die in de brand staan, die fors in koers zijn gezakt. Ja. Maar dat zegt hij ook. Dat zegt hij ook. Zeker. Als je ze toch wil hebben. Als je ze toch wil hebben, prima manier om dat te doen. Maar besef dus dat er een hele grote brand voor je aandeel kan uitbreken. En dan heb je die aandelen dus. Het kan ook offensief dat je zegt, Oké, mijn verwachting is dat het aandeel toch blijft hangen of wat stijgt. En het gaat mij puur om die premie. Maar wat ik dan heel vaak zie gebeuren, Janneke heeft dat ene poetje gekocht voor eigenlijk die brandverzekering. En ik heb dat aan haar verkocht. En ik krijg 100 aandelen binnen. Vind ik prima, want die passen wel in mijn portefeuille. Maar ik zie dat beleggers dan heel vaak denken, hey, de eerste keer is dat aandeel niet afgebrand met één contract. Ging het goed? Heb ik die premie? Ja. De tweede keer ging het ook goed. Hebben ze dan met 2 contracten gedaan? De derde keer doen ze het met 4. En de vierde keer doen ze het met 10 contracten en bam, dan zak je heel hard. Ook dat is inderdaad risicovol. En daarover, ik hoorde daarover zeggen, laatst was er een aflevering van
Beurswatch, ja. Ook op BNR. Ja, ik heb die radiozender gewoon heel vaak aan. Het was Corné van Zijl daar te gast. Die vertelde dat hij in 1987 met Beurskracht samen met Kees de Kort aan het bureau zat, aan de tradingdesk. En dat, ik weet niet meer of zij dat zelf waren, maar in ieder geval ze schreven, volgens mij, poets op Philips. En ze dachten, ja, want dat krijgen we toch nooit binnen. Nou, en toen klapte natuurlijk alles naar beneden. Ja, ja. Dus toen hadden ze daar toch wat spijt van op zo'n moment. Dus vooral met dat soort momenten. Nou ja, het is natuurlijk een risico. Vooraf kun je waarschijnlijk niet zeggen of je dat nou wel of niet moet doen. Je moet Je weet het niet, hè. En dat is een beetje... Kijk, je hebt Tesla, dat bedrijf, die koers. Nou, ik bedoel, die ging nog harder omhoog dan de snelheid van die auto eigenlijk misschien wel. Maar opeens even kunnen we al die auto's wel leveren en die koers die stort in. Dat kan je allemaal gebeuren. Hoe goed je mening, je gedachte, je visie ook is. Eén keer fraude. Ja. Al avond hebben we ooit gehad. Stond op 30 euro. Maar dat klapte ook gewoon gigantisch naar beneden. Ja, en dan heb je wel gewoon een probleem. Ja. En zeker als beginnende belegger. Ja, liever niet. Jij klinkt een beetje als een belegger die wat meer gevorderd is. Ja. Dan mag je best een poets schrijven, maar dan wel voor de aandelen die je wil afnemen. Ja. Nou, ik hoop dat Dennis zijn antwoord goed genoeg vindt. Ja, zo niet. Kijk even op twitter.com/HansOudsworden. Stuur me een DM en dan kijk ik of ik je nog verder kan helpen. Dat is een heel mooi aanbod. Ja. We gaan het nog even hebben. We even terug weer naar de beginnende beleggers. Even over de lage rente. Want dat is wel een reden dat veel mensen nu toch gaan denken aan beleggen. Hè? Want als je geld op spaarrekening hebt staan, nou, 0,5% krijg je ervoor. Dat is natuurlijk helemaal niks. Gepest. Ja. Super laag. Ja, ik weet het. Ik kom ook gewoon heel veel mensen tegen die zeggen, tot hier en niet verder. Ik word er gek van die lage rente. Wel een beetje in perspectief plaatsen. Ik kan me nog herinneren, dat was 1990, kreeg ik 8,6% rente bij de ING. En ik weet aan het einde van het jaar had ik gewoon echt een geldbedrag erbij gekregen. Dat ik dacht van, wauw, dat is heel cool. Maar de inflatie, dus eigenlijk die stijging van het algemene prijspeil, elk jaar wordt je kopje koffie een beetje duurder, die was ook fors. Dus per saldo hield ik er eigenlijk toen ook niet zoveel aan over. Maar visueel was dat gewoon echt een dikke rente die ik ontving. En nu zitten we in een situatie dat je dus een lage rente krijgt, maar ook die inflatie is heel erg laag. Dus het is ook vooral een beetje wat je ziet. Ja, want weet je, dan zit ik te denken, oké, de rente is dus laag, maar de inflatie is ook laag. Ja, dus de reële rente. Ja. Rente valt dan eigenlijk nog best mee. Ja, en is misschien niet eens zoveel verschillend van de tijd dat de rente nog op 8% stond. Klopt. Ja, er zijn zelfs perioden geweest waar die reële rente, wat je eigenlijk echt overhoudt, gecorrigeerd van inflatie, eigenlijk nog beroerder waren. Maar als je dan kijkt naar wat je aan de belasting moet afdragen. En die hadden we toen niet. Nee, dat klopt. En die hadden we toen niet. Nee. Dus hoe denk je dan nu over sparen? Moet je dat dan? Ja, want eigenlijk begin ik met, nou ja, eigenlijk de reële rente, dus hè, de rente min de inflatie, nou, valt best mee nu eigenlijk. Is helemaal niet eens zoveel slechter. Spannend. Maar er is dus wel vermogensbelasting. Moet je dan in jouw ogen nog sparen? Sparen is eigenlijk langzaam arm worden op dit moment. Dus als je het doet, dat schiet echt niet op. Dat klopt. Nee. Zeker ook als je rekening houdt met die belasting. Moet je het dan niet doen? Jawel. Hè, want je hebt een keer onverwachte uitgaven. Moet je een potje van reserveren van je auto die stuk gaat of whatever. Een beetje klassieke voorbeelden. Maar aan de andere kant, en dat hoorde je mij ook zeggen, en dat hoort ook bij beleggers en voetbalcoach, die houdt ook altijd wat cash op het doel en op de bank, op de reservebank, voor die momenten dat de koersen bijvoorbeeld een keertje dalen. Dus niet alleen als appeltje voor de dorst en voor onzekerheden die op je pad kunnen komen van dingen die stuk gaan, maar ook gewoon om kansen op de beurs een keertje te benutten. En als je gaat beginnen met beleggen, geloof me, vroeg of laat, en wij hebben er eigenlijk vanaf 2000 tot en met 2016 al een stuk of 2, 3, 4 meegemaakt, periodes dat de koersen flink dalen. Ja, schiet je dan in de paniek of is het dan prettig als je nog een beetje kasgeld hebt? Dan kan het heel fijn zijn dat op een spaarrekening staat, ook al doet dat maar 0,4%, om dan juist je slag te slaan. Ja, Dus ook vanuit die hoek is het wel te verdedigen om wat spaargeld aan te houden. Wel is het zo, vind ik, dat je, als je bijvoorbeeld kijkt, we hadden het over dividend, een stukje winstuitkering van bedrijven, ja, dat kan zomaar 3, 4 of soms wel 5% ook zijn. Dat is gewoon hoger dan die spaarrente. Dus vanuit deze lage rente word je wel, denk ik, steeds meer gedwongen om toch na te denken over beleggen. Ja, en zoals ik over sparen nadenk, je hebt natuurlijk, dat is zo, je wordt steeds meer gedwongen om na te denken over beleggen. En wat ik heel belangrijk vind, is dat het is niet sparen of beleggen,
natuurlijk als je helemaal geen geld hebt, dan ben je alleen maar bezig met hoe kan ik mijn boodschappen en mijn huur betalen. Maar ja. Als je wel wat geld... Nee, precies. Als je wel wat geld hebt en je kunt gaan starten met sparen... Ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind, je moet en doen. Dus doe een beetje van dat geld wat je overhoudt op de spaarrekening. En een beetje van dat geld in bijvoorbeeld zo'n ETF. Want dan bouw je twee potjes op. De ene is waar je makkelijk bij kan. Dat is je spaarrekening. En dat geeft, vind ik zelf, ook een heel, ja. Ja, het geeft ook een heel vrij gevoel. Want ik ben zelf ZZP'er. En als ik denk altijd, ja, als niemand mij meer wil inhuren om iets te presenteren of zo. Ja. Dan heb ik tenminste nog geld waar ik van kan leven. Ik hoef niet direct mijn huis te verkopen. En dan kan ik als een dolle op zoek naar toch weer een baan in loondienst. Nee, of naar andere werkzaamheden. Nee, precies. Je zult of je huis verkopen of je aandelenpakket verkopen. Hè. En dan zul je altijd zien dat als je in zo'n situatie komt, dat de aandelen ook net even laag staan. Dus dat is nog een reden. Hou wat kasgeld aan. Ook voor dat soort momenten. Dus altijd en. We hadden nog beloofd. De drie beginnersfouten die je heel makkelijk kunt vermijden. Nummer 1 hebben we gehad. Dat was spreiden. Dus niet alles in één aandeel. Ja. Nummer 2. Vooral mannen hebben daar een beetje last van. Het is een beetje te veel handelen. Ik vind het leuk dat ik naast jou zit. Je hebt je website ook. En dat heb je ook volgens mij een klein beetje. Omdat vrouwen ietsje beter kunnen beleggen dan mannen. Mannen hebben de neiging om gewoon te veel te kopen en te verkopen. Dus, dat is ook echt het allerleukste stuk van mijn portefeuille. Die voorroede. Hè. Daar koop ik ook gewoon als los aandelen. Omdat ik denk vanuit de grafiek, dit gaat er gebeuren of dat gaat er gebeuren. Superleuk om te doen. Maar mensen verwarren dat vaak met beleggen. Dat is toch veel meer offensief. Eigenlijk bijna een beetje speculeren. Daarom kom je hier op het punt van, en die transactiekosten. Hoe goed weet jij dat eigenlijk allemaal van dat bedrijf? Er zijn analisten, denk ik, die het een stuk beter weten dan jij. En wat ik dan wel zie, is een beetje een gevaar. Is dat beleggers, hey, ik heb een transactie gedaan, die is goed. Denk even terug aan dat verhaal van KBB. Hans, die dacht het wel eventjes te weten. Koninklijke Bijenkorfbeheer, ging goed. En toen kwam die Imeco Holding. Dacht ik ook, een beetje toch, borstklopperij, veel handelen, kom wel goed, ik versla die markt. Nou, dat dacht ik dus ook niet. Goed spreiden. Niet te veel handelen, want het kost je gewoon geld. Ja. En nummer 3? Nou, eigenlijk een beetje vanuit dat spreiden, wat je zei, spreiden niet alleen over verschillende sectoren, maar dus ook spreiden over verschillende instrumenten, beleggingscategorieën. Dus en kasgeld, en wat obligaties, en wat aandelen, ETF's, en een klein beetje eventueel die voorroede. Dus niet alleen verschillende bedrijven, wat jij zei, want dan hebben we het puur over het middenveld. Maar je moet echt al die linies proberen te vullen op de beurs. En dat zou je dus ook kunnen doen door niet alleen wat je zegt, kasgeld en obligaties en misschien wat andere instrumenten, maar ook spaargeld. Absoluut, hoort erbij. Nou, ideaal. Ja. Dankjewel Hans. Jij ook. 23 september, kan ik niet vaak genoeg zeggen. We hopen dat je komt naar Breukelen. Tickets, het linkje vind je in het bericht hierboven en het programma vind je ook. En dan kun je ook een persoonlijke sessie winnen met Hans. Ik neem ook een paar boeken mee. Je neemt ook boeken mee, die kun je ook nog winnen. Hartstikke leuk. We hopen dat je erbij bent en dan kun je al je vragen die je nog hebt ook persoonlijk aan Hans stellen. Of aan een van de andere sprekers. Nou, heel graag tot dan. 23 september. Leuk dat je er was. Dag.